Edwin, ja. Het lijkt een beetje stamkroeg. Je hebt de voedselklooster. Ja, hè? Je hebt de glaasjes al even gegeten, dat is jammer. Ja, die kon niet zo snel vinden. Maar we zitten hier even voor de sfeerbeeld, hè? Op een koude winternacht, avond. Ja. Rommelt buiten. Het rommelt buiten. Ja, maar wij zijn wel beschermd tegen blikseminslag. Ik heb jou nooit voor een spiritueel of religieus mens versleten. Nee, ik lieg, bij geloven. Ik lieg ook waar ik bij sta. Dat dacht ik al. Ja. 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 Maar er zit wel een verhaal in. Ja, klopt. Ja, ja. Want dit zijn bijlen uit de steentijd. En we hebben het dan over... Dan heb je het over 1500 à 2000 voor Christus. Mensen die dit zien kunnen dit niet voelen, maar dit is echt, dit is zwaar. Het lijkt wel granietachtig of ja, zo. Ja, ja. En het is onvoorstelbaar. Je kan je dat niet voorstellen. Het is vakmanschap, hè? Het is zo verfijnd gemaakt. Ja, ja. Dat gat wat hierin zit, zit een gat in. Ja. Dat is volmaakt rond en compleet glad afgewerkt. Ja. Dit waren bijlen. Dus in het gat zat gewoon een steel. Dus dan kon je ermee mee hakken. Ja, En hier zat wat omheen, wat een steel vormde, zeg maar. Ja. Maar we zitten op de winteravond over steenbijlen te praten en bescherming tegen onweer. Tegen bliksem, ja. Tegen bliksem. Tegen blikseminslag. Ja, want wat is het geval? Die boeren, die bewerkten het land en die kwamen natuurlijk wel eens gebruiksvoorwerpen tegen van oudere culturen. En die konden dat niet plaatsen. Die hadden geen idee wat ervoor was geweest, maar die vonden wel ergens zo'n prachtig gevormde steen zoals dit. En wat zij dachten was dat... Stel, je hebt een blikseminslag en dan die slaat in met een boom en die boom die splijt in tweeën. En ze zeggen, dat kan nooit met zo'n beetje vuur of zo gebeuren. Dat moet iets heel sterks en zwaars zijn. Iets goddelijks. Iets goddelijks wat zo'n boom kan splijten. Dat moet iets sterks zijn. Nou, en dan vind je af en toe dit dingen. En hun conclusie was, dit is nou wat met een blikseminslag mee naar beneden komt. En de naam voor dit soort stenen zijn donderstenen. Donderstenen of grommelstenen? Grommelstenen. Grommel van dat is nog onweer. Mooier. Ja. Grommelstenen. Ja, grommelstenen, donderstenen. Dus Edwin, ik heb hier een grommelsteen in mijn hand. Ja. Nou, en de boeren hadden, naast dat ze dus dachten van dit komt door een blikseminslag, hadden ze nog een soort volkswijsheid, is dat bliksem slaat nooit twee keer op dezelfde plek in. Kijk, dat is een troostrijke gedachte, met andere dat woorden. Dat dachten ze, van als we deze nou mee naar huis nemen, en die hangen we boven in de nok van onze boerderij, dan slaat daar in ieder geval nooit de bliksem in. Ja, 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 want dit is eigenlijk, dit is de bliksem, soort of. Ja. Van Deijnse heeft het opgetekend. Dan hebben we het over de... Ja. Nou ja, Van Deijnse die ging veel hier, dan hebben we het over 1910, 1920. Ja. Die reisde veel rond hier zo in de streek en die tekende verhalen op, die probeerde ook objecten te verzamelen. Maar hij kwam erachter, hij vroeg van, hij ging de vraag van hoe wijdverspreid is dat, hè? Want hij verzamelde ook allerlei volksgebruiken en zo. Hij zei, hij was wat op het spoor. Hij vroeg van, heeft u ook zo'n bijl? Zegt hij, nee, die heb ik uitgeleend aan de buurman. Ja, maar waarvoor dat dan? En hij zei van, zegt hij, zo'n bijl, die hielp tegen allerlei kwaaltjes. En de buurman was ziek. De zoon van de buurman was ziek. Ja. En het was ook zo van als je dan stuipen had, dus je spieren deden daar, dan moest je een paar keer langs je slapen wrijven met zo'n steen en dan hielp dat. Hoe vaak heb jij deze dingen in je handen gehad? Ik heb ze gisteren uitgehaald. Gewoon in jouw loopbaan? In mijn loopbaan. Vaak denk ik. Ja, wel vaak. En nou heb jij recentelijk een behoorlijke doodsmak. Daar ben je heel goed doorheen gekomen. Ja, ja. Nee, maar dat klopt. Jij legt niet de relatie met... Ik ben nog steeds van mening dat ik gewoon dat ik zo goed af ben gekomen met een stevig ontwerp ben. Dan dat is natuurlijk een flauwkoop. Maar op zich, je kunt je er ook wel iets bij voorstellen. Hè? Ik bedoel, blikseminslag, dat natuurgeweld, dat is natuurlijk, dat is enorm. Ja. En als jij afhankelijk bent op het platteland en dat gebeurt zo af en toe, dat je dat gaat verklaren. Dat je een verklaring zoekt voor hoe dit kan gebeuren. Dingen die je niet snapt, dat probeer je te verklaren. Of door, bijvoorbeeld geloof helpt ook in, hè, met heiligen die helpen tegen een veeziekte of zo. Ja. Kom je bij dit uit voor? Het is een logisch verhaal. Je vindt zo'n ding, je hebt geen idee en je ziet een bliksem gebeuren en je koppelt het een met het ander. Ja, ja. Maar op een gegeven moment, het is dus wijdverspreid. Het is niet alleen hier in Twente, maar ook in Drenthe en eigenlijk heel oostelijk Nederland zijn dit soort
dingen opgetekend. Ja. Maar ja, goed, weer een keer zeiden, als ik zo'n steen zou hebben, zou ik hem ook ergens neerhangen. Hè? Ik bedoel, ja, maar jij hangt specifiek in de nok van het huis. Ja, precies. Dat blijft dan toch. Ja, ja. Ja. Maar het verhaal is nog niet helemaal klaar. Want ik zei, hij helpt tegen ziektes. En die steen die was dus uitgeleend aan die buurman. En hij gaf dus aan van, iedere keer halen we met de spijker halen we een beetje gruis eraf van die stenen. En dat gruis, dat doe je vermengen met een beetje water en dat eet je op. En dat helpt nog weer tegen alle andere ziektes. Heilzame werking. Ja, ja. Je eet eigenlijk die heilige steen, die eet je eigenlijk op. Ja. Ja. En daardoor ben je beschermd, of helpt dat tegen ziektes. Ja, je verleent die steen bovennatuurlijke krachten en je denkt dat zal mij dan ook goed doen natuurlijk. Ja, ja. 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 Maar dan geen gewone stenen, hier in de buurt heb je een aantal middeleeuwse kerken. Ja. Die hebben allemaal, als je goed gaat zoeken, maar Plegelmer heeft dat het meeste, aan de zijkant van de deur allemaal verticale sleuven. Groeven. Ja, ik heb hier foto's meegenomen. Hier heb je de deur, hier begint het eigenlijk met die groeven. Het zijn echt diepe groeven. Echt diepe groeven, ja. Ja. En hier heb je een heel stuk muur. Heb je van de hele muur is eigenlijk vol met, nou, dat is zandsteen. Ja. En het, ik heb een verklaring nu gelezen van mensen en die zeggen, ja, dat zijn van Franse soldaten die hebben hun bajonetten geslepen aan de kerk. Wat men deed, is men ging met een scherp voorwerp, een mes, dan ging hij dan met een mes naartoe of met een spijker en men ging wat van dat zandsteen, van dat gruis eraf halen, nam hem mee naar huis. Men maakte daar een papje van met een beetje olie of met een beetje water en nam men dat in. En het idee erachter is een kerk, dat is een gewijd gebouw, dat is beschermd. Ja. En als je nou iets van dat beschermde gebouw in jezelf opneemt, ben je zelf ook beschermd. Ja, we vreten de kerk op. Ja. Dus zo'n steen opeten is zo'n gek idee nog niet. Is zo'n gek idee nog niet. Dat, nee, het smakelijk. Ja. Maar ik voel me een stuk geruster.